Hey, vandaag heb ik weer eens een beauty gerelateerde tag voor jullie, namelijk de MAC Addict tag. En MAC is een make-up merk, mijn persoonlijke favoriet. Ik heb er ondertussen een heleboel producten van verzameld. Ik ga vandaag alle vragen beantwoorden van de MAC Addict tag. En de eerste vraag is, hoe kwam je voor het eerst in aanraking met MAC? Nou, ik kende MAC eigenlijk alleen van beautybloggers en beautygurus op het internet. En altijd wilde ik heel graag ook al die mooie, goede producten van MAC. Maar mijn eerste echte aanraking met een product van MAC was op het vliegveld op Schiphol. Toen ik een paar jaar geleden met Joey op vakantie ging naar Turkije. Volgens mij was dat 5 jaar geleden alweer. Toen kwamen we namelijk een MAC counter tegen, dus een stand waar je MAC producten kon kopen. En toen mocht ik iets van hem uitzoeken en dat vond ik natuurlijk echt super leuk en ik was helemaal vet enthousiast. En toen koos ik voor deze lipstift. Het is een roze lippenstift en hij heet Chatterbox. En serieus, dit is nog steeds mijn favoriete MAC lippenstift. Ik heb er ondertussen al heel wat meer, maar dit blijft echt mijn favoriet. Het is een hele mooie draagbare kleur die eigenlijk altijd kan. Lekker roze, lekker girly, maar niet te fel of zo. Dus echt een mooie alledaagse roze kleur. Hoe oud was je toen je voor het eerst een MAC product kocht en welk product was het? Nou, mijn eerste MAC product heb ik dus gekregen van Joey en niet zelf gekocht. Mijn tweede product heb ik ook van Joey gekregen en niet zelf gekocht. Toen was ik namelijk jarig. Het eerste product dat ik zelf heb gekocht, dat was deze blush. En dit is de blush die Gleeful heet. Dit is een mineralized blush en die zit in het vaste assortiment. En het is een hele super mooie, beetje paars-roze-achtige tint. Beetje oud-roze ook wel. Met heel veel mooie gouden glittertjes. Echt. Deze vind ik nog steeds heel erg mooi voor in het najaar. Voor als het weer wat kouder is. Ik vind het echt een super mooi blush. Hoeveel MAC producten heb je in totaal? Ik dacht dat het er niet zoveel waren, maar toen ik ze bij elkaar ging zoeken en hier op mijn bed zo heb gedropt, besefte ik me dat het er eigenlijk wel best wel veel zijn. Maar even kijken hoor, het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wauw. Oh, 31, want deze heb ik vandaag gekocht. Dit is een setje uit de kerstcollectie met 5 mini pigments en het is zo mooi. Mijn grootste MAC miskoop. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk nooit echt een enorme MAC miskoop heb gedaan. Maar dat ik wel eens producten heb gekocht die ik eigenlijk nu niet meer zoveel gebruik. Maar dit is een product dat ik heb gekocht en eigenlijk niet zo heel veel heb gebruikt. Terwijl het er wel echt heel erg mooi uitziet. En hij is ook eigenlijk wel heel erg mooi. Dit is een MAC Mineralized Skin Finish in Adored. Het is wel een hele mooie, een beetje lichtroze-achtige highlighter slash blush. En ik vind hem voor mij net iets te licht. Dus dat is ook wel een van de redenen dat ik hem niet echt heel erg veel heb gebruikt. Mijn favoriete MAC product. Ik weet niet of ik er nu 1 moet noemen of 1 categorie. Zeg maar bijvoorbeeld blush of lipstick. Mijn favoriete MAC producten zijn toch wel echt de blushes. Ik heb er 6. Dit zijn mijn blushes van MAC. Lekker makkelijk vasthouden zo. En de blushes van MAC zijn echt stuk voor stuk prachtig. Goed gepigmenteerd. Zijn gewoon echt hele mooie producten. Niet te glitterig. Weet je wel. Echt gewoon goed kwalitatief goede blushes. Dat bedoelde ik. En mijn echte favoriete MAC product is denk ik toch de Mineralized Skin Finish in Soft and Gentle. En dat is ook meteen een van de meest populaire MAC producten. En ik snap ook helemaal waarom. Want het is echt de meest mooie highlighter die er is. Het is echt een hele mooie champagnekleurige highlighter. Niet van die super grove glitters, maar wel echt een super mooie glans. Dus dit is echt mijn lievelingsproduct. Mijn favoriete MAC lipstick. Nou, dat heb ik eigenlijk net ook al benoemd. Dat is MAC Chatterbox. Die lichtroze. Lichtroze. Die mooie draagbare roze. Maar ook deze vind ik nog steeds heel erg mooi. Dit is de MAC Viva Glam Nikki. Ja, de MAC Viva Glam Nikki lipstick. De super knal neonroze lippenstift. En die draag ik in de zomer heel erg graag. Mijn favoriete MAC oogschaduw. Nou, dat vind ik een moeilijke. Want ik heb 7 MAC oogschaduws. En ik vind ze eigenlijk alle 7 heel erg mooi. Maar de 2 die ik het meest gebruik, dat zijn Vanilla en Wedge. Vanilla is eigenlijk mijn highlighter die ik elke dag gebruik. Dus highlighter voor in de binnenste ooghoek en voor onder de wenkbrauw. En het is een hele mooie bijna witte, maar net iets warmer dan wit. Witte highlighter. En hij bevat heel subtiele glittertjes. Maar echt glittertjes die je bijna niet ziet. Wedge van MAC, zoals je kunt zien. Deze heb ik echt al bijna opgemaakt. En deze gebruik ik voor mijn wenkbrauwen. Maar ook voor in de crease vind ik deze heel erg mooi. Dit is een matte, ja, licht tot medium bruine tint. Met een warme ondertoon. Mijn favoriete MAC foundation. Deze vraag kan ik niet beantwoorden. Want ik heb nog nooit een foundation van MAC geprobeerd. Wel één concealer. Ze hebben ook hele goede concealers. Ik heb de Studio Finish concealer. En deze gebruik ik graag voor op mijn pukkeltjes en ja, roodheden en zo. Dus niet voor onder de ogen, daar vind ik hem niet fijn voor. Maar hij is super dekkend en best wel dik ook. Dus voor puistjes is die heel geschikt. Heb je al MAC producten opgemaakt en opnieuw gekocht? Ik heb zeker al MAC producten opgemaakt. Namelijk 2 verschillende mascara's. Maar ik denk dat ik binnenkort ook deze ga opmaken. Dus die oogschaduw die ik net ook al liet zien. Wedge van MAC. En ik denk ook wel dat ik deze opnieuw ga kopen. Want die is gewoon onmisbaar in mijn dagelijkse routine. Omdat ik hem voor mijn wenkbrauwen gebruik. Welk MAC product staat er nog op je verlanglijstje? Nou ja, dat was eigenlijk dus dit. Die pigments die ik heb gekocht vandaag. Waar ik echt super blij mee ben. Echt, deze zijn zo mooi. Mijn duurste MAC aankoop. Dat is dus wat ik ook weer vandaag heb gekocht. Namelijk dit setje met pigments. En dit was €33 en dat is best wel veel geld. Maar het heeft een super mooie glitterige verpakking. Het zijn 5 producten eigenlijk. Het zijn namelijk 5 ja, losse oogschaduws en glitters ook nog. €33. Bam. Mijn duurste MAC product. Een MAC product met de leukste herinnering. Dat zijn er eigenlijk heel veel. Want ik koop MAC vaak voor een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld Cheddarbox en Vanilla. Die oogschaduw en die lipstick. Die heb ik gewoon met Joey samen gekocht en van hem gekregen. Dus dat zijn speciale herinneringen. En daar steek ik dan toch met kop en schouders de lipstick Cheddarbox bovenuit. Omdat ik die dus op het vliegveld kocht. En ik was super zenuwachtig. Want het was voor de eerste keer dat ik ging vliegen. Wat zou MAC nog kunnen verbeteren? Ik denk... de limited editions, die hebben niet altijd een bijzonder uiterlijk. Terwijl dan de producten wel duurder zijn. En dat vind ik altijd wel zonde. Want ja, het is natuurlijk wel heel erg leuk als je iets koopt wat limited edition is. Dat het er dan ook uitziet alsof het limited edition is. En dus niet dat het gewoon dezelfde matzwarte verpakking heeft als alle andere producten. Dus ja, MAC vaker speciale verpakkingen graag. Mijn favoriete MAC limited edition. Moeilijk. Maar ik vond de Naturally collectie heel erg leuk van MAC. Daar heb ik bijvoorbeeld deze Mineralized Skin Finish in Redhead van. Dat was echt een hele mooie natuurlijke collectie met echt mooie producten erin. Helaas geen speciale verpakking. En verder vind ik de kerstcollectie van dit jaar best wel heel erg tof. Het zijn namelijk meerdere collecties allemaal bij elkaar. En ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En er zit echt voor iedereen wel wat bij. Dus de kerstcollectie van dit jaar en de MAC Naturally collectie. Een product dat extra in het zonnetje gezet mag worden. Dat vind ik een moeilijke, maar ik denk dat ik dan ga voor de paintpots. Ik heb er zelf ook maar eentje en daar wil ik graag verandering in laten komen. Ik heb zelf soft ochre en paintpots zijn eigenlijk een soort van basissen voor onder je oogschaduw. Ik heb zelf dus soft ochre en soft ochre is een huidkleur met een gele ondertoon. Dus een hele neutrale tint die meteen ook alle rode adertjes en misschien ook wel paarse blauwe dingetjes en zo eigenlijk meteen ook wat meer egaliseert. Zodat ja, je oogglitter meteen wat frisser en egaler uitziet. Dat was dan de tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!